900 jaar geleden was eigenlijk een boeiende tijd waarbij de graaf van Holland en de bisschoppen van Utrecht niet altijd met elkaar eens waren. Er kwamen toch hele mooie dingen uit die tijd. Bijvoorbeeld dat Utrecht stadsrechten kreeg, dat we 900 jaar geleden hier begonnen met een dam in de Kromme Rijn met het begin van waterbeheer. En er was eigenlijk één man die in beide van die processen een belangrijke rol speelde. Maar wie was die man? Ik heb geen idee. Maar misschien is dat de eerste dijkgraaf geweest. Deze man. Ik heb hem nooit ontmoet. Ik zou het niet weten. Dat is een verrassing. Dat is een monnik met een staf in zijn hand. En ja, die zal vast gewoond hebben. Die heeft zeker je achternaam, maar die weet ik even niet. Ik denk dat het degene is die de boel op gang gebracht heeft hier zo. Die dus die koops uitgegeven heeft. Mensen die hier de sloot en de wetering gegraven hebben. En dat zal waarschijnlijk de bisschop, net was de bisschop van Utrecht. En deze heette waarschijnlijk Radboud of Godefried, Godefried of iets dergelijks. Godebald. Nee, die ken ik niet. Godebald is de bisschop die zeg maar bedacht, ik ga hier de Rijn afdammen. Want omdat ik hem afdam, heb ik de gelegenheid om het Langbroek te ontwateren en land te ontginnen, daar word ik rijk van. Maar ja, Godebald die had dat niet zo overlegd met Utrecht. En dit was de waterweg naar Utrecht. Dus door die afdamming zou de waterweg verdwijnen. Dat vond Utrecht niet zo leuk. En dat werd een enorme rel in Utrecht, waarbij inderdaad zelfs doden zijn gevallen. Godebald maakte ruzie met de keizer, want die vond het ook helemaal geen goed idee. De bevolking van Utrecht schaarde zich achter de keizer. Godebald moest inbinden. Die moest zeggen van oké, ik zorg dan wel dat er een nieuwe waterverbinding komt. Dat is de Vaartse Rijn bij Vreeswijk. En de keizer was dankbaar. Dus dat leidde ertoe dat Utrecht stadsrecht heeft gekregen. En dat komt allemaal doordat hier een paar kruiwagens met grond de Rijn hebben achtergelaten.